Marco Timmer, hoe is het om PSV-watcher te zijn vandaag? Ah, is heerlijk, man. Kijk, ik sta nu even met jou hier in de schaduw, maar als ik een paar stapjes naar links doe, dan staan we hier in de Spaanse, Zuid-Spaanse, Andalusische zon. Marbella, bijna 20 graden. Nee, dat is heerlijk, toch? Alleen, er valt weinig te watchen vanaf hier als ze er niet zijn. Dat ben ik met je eens. Ja, want hoe bizar is eigenlijk de afgelopen 24 uur geweest, als je het vanuit PSV-perspectief bekijkt? Nou ja, we zijn allemaal weer opgestart na ons fantastische kerstnummer. En ik heb met PSV contact gehad over, gaat het allemaal door? Omdat Feyenoord natuurlijk het trainingskamp hier aflastte in Zuid-Spanje. Nou ja, daar waren ze met PSV heel duidelijk over. Nee, dat gaat wel goed komen. De spelers moeten nog wel getest worden. Maar er zijn allemaal zelf testjes gedaan en thuis testen. En dat zag er allemaal wel redelijk uit. Maar goed, dat zegt natuurlijk nog niet alles. Maar de insteek was om een aantal besmette spelers, als die er waren, om die dan thuis te laten. En dan toch het trainingskamp. Dus wij vol goede moed hier naartoe. Ja. Gisteren. En vanochtend kregen we dan toch het bericht dat het gecanceld is. Dat PSV dus niet deze kant op vliegt vanwege te veel coronabesmettingen. Heb je enig idee hoeveel besmettingen het zijn? Of doet PSV daar uitlatingen over? Nee, daar hebben ze nog geen uitlatingen over gedaan. Maar dat zal de komende dagen wel duidelijk worden. Ik bedoel, ze trainen op de hetgang en er zullen wel wat, wel wat trainingen openbaar zijn. Ze zullen ook wel de pers tegemoet willen komen die al afgereisd is naar Malaga en Marbella. Nee, dus ja, dat zal wel bekend worden de komende dagen, maar het waren er dus dusdanig veel. En ja, aan de andere kant hebben we niet zo heel veel zin dat als je toch een aantal spelers hebt die besmet zijn, ja, met het risico dat de anderen weer besmet worden, om dan hier naartoe te reizen. Hè? Dat je misschien in quarantaine moet, dat je niet weg mag. En dan kan je beter in Nederland zitten. En je kan het ook beter nu hebben, zo in de voetballoze periode, dan straks als er weer gevoetbald gaat worden. Want Groningen, Telstar en Ajax staan op het programma, die komen al vrij snel. Dat PSV niet op trainingskamp gaat is al groot nieuws op zich. En toen kwam er nog eens wat overheen, want Davy Prupper stopt met voetballen. Ja, dat is toch wel heel groot nieuws. En het is ook een grote verrassing voor PSV gebleken. Prupper zelf heeft de knoop vlak voor kerst doorgehakt. En hij heeft net een verklaring afgelegd op de kanalen van PSV. Waarin hij aangeeft dat hij zich niet langer comfortabel voelt in de voetbalcultuur. Nou was dat misschien bij hem al wat langer het geval. Het is een atypische voetballer als mens. Zachte jongen. De voetballerij. De clichés in de voetballerij zijn helaas soms ook wel waar. Hè. Het is een soms wat harde wereld. Het gaat veel over geld, over uiterlijk vertoon. Altijd maar presteren. Spotlights, interviews. Overal komt de nadruk op. Ja. En daar is hij wars van. Daar was hij al. En hij heeft daar zich heel lang voor kunnen afsluiten. En soms net gedaan alsof het er niet was. Maar ja, goed. Dat lukte hem niet langer. En hij was in Engeland, bij Brighton en Hove Albion. Was hij het plezier al een beetje kwijtgeraakt. Een paar hele mooie jaren gehad na zijn vertrek in 2017 bij PSV. Goede jaren gehad. Het laatste jaar viel hem heel zwaar. Corona kwam er overheen. Je moest binnen zitten, je moest binnen blijven. En hij had al niet het plezier. Je kon de familie al niet opzoeken. En toen dacht hij van, nou, misschien kan ik het plezier terugvinden als ik terug ga naar Nederland. Terug naar PSV, daar waar hij zo succesvol is geweest. Maar het is hem niet gelukt. En hij heeft het moedige besluit genomen. Ik vind het dapper van hem dat hij op 30-jarige leeftijd toch een vorm van financiële zekerheid inlevert. Hè? Want hij had nog een contract tot medio 2023. Ja, dat gaat over enkele miljoenen. Hij levert zijn contract in. De financiële consequenties zijn voor hem en hij stopt mee. Dus dapper besluit. En hij heeft er goed over nagedacht. Goed over nagedacht en bizar voor iemand die eigenlijk tot voor kort gewoon nog bij het Nederlands elftal hoorde ook. Hè? Ja, het is een... Ik heb het net ook opgeschreven. Het is net alsof je een soort necrologie schrijft. Dat is natuurlijk niet zo. Of een soort in memoriam. Want hij is natuurlijk niet dood. Maar de voetballer Davy Prupper zullen we allemaal herinneren als een mooie, sierlijke speler. Een man die het moet hebben van zijn puntgave techniek en zijn inzicht. Altijd de oplossing naar voren. Een soort verdeelstation. Hij liet het voetballen altijd heel makkelijk uitzien. En dat was precies wat PSV ook eigenlijk nodig had. Hè? Over het blok Sangaré Rosario was heel veel gezegd en geschreven. Ze misten voetballend vermogen. Nou ja, en Prupper heeft bewezen in zijn eerdere jaren bij PSV. En ook bij het Nederlands elftal, waar jij terecht aan refereert. Dat hij dat kan brengen. En dat had PSV ook echt nodig. Dus het is een pracht voetballer om naar te kijken. Helaas bij PSV is het niet gelukt dit seizoen. Hij kwam niet helemaal fit. Hij was natuurlijk een jaar bijna niet gespeeld hè, bij Brighton het laatste jaar. Kwam niet helemaal fit terug. Wat had lichte blessures, spierblessures, enkelblessures. Ja, en toch ook denk ik een wat vreemde relatie met Schmid.
Dat is mijn eigen interpretatie overigens hoor. In die zin dat Smit het toch niet heel erg in hem zag zitten. Want anders had hij hem wel meer speeltijd gegeven in de keren dat hij wel fit was en bij de selectie zat. Had hij kansen gekregen tegen Feyenoord? Ja, ik kan me die wedstrijd tegen Feyenoord herinneren. Thuiswedstrijd kreeg hij 45 minuten de kans. En hij vulde dat niet eens zo heel slecht in. Naar mijn mening. Maar hij werd er wel na 45 minuten afgehaald. En na afloop werd hem daarna gevraagd. En toen gaf hij ook heel eerlijk antwoord van, nou, ik was niet moe. Volgens mij deed ik het niet zo slecht. En ik had ook wel door willen voetballen. Nou, en dat wordt hem dan weer niet in dank afgenomen. Maar goed, aan de andere kant moet je Smit ook nageven dat hij na de laatste wedstrijd voor de winststop tegen Go Eagles zei hij van, nou nee, we hoeven niet te investeren in onze selectie. Want wij krijgen een aantal zeer goede voetballers terug. Van blessures en het doelde Madueke Sahavi. Maar hij noemde ook expliciet Prupper. Dus in dat geval zal het wel goed gezeten hebben. Maar het kwam als een volslagen verrassing dat hij toch besloot om te stoppen. Ja, want hoe is er binnen PSV gereageerd op zijn besluit? Nou, heel snel. Door Joey Veerman aan te trekken. Nee, ze zagen het denk ik niet aankomen. Ze weten wel wat voor persoon en karakter Davy Prupper is. Een zachtaardige jongen. Een beetje atypisch in de voetballerij. Maar goed dat hij zo hard dit besluit zou nemen. Nee, dat hadden ze bij PSV ook niet verwacht. Je zegt het al even in een bijzinnetje. PSV heeft ook Joey Veerman aangetrokken. Daar gaan we op VI Pro uitgebreid over doorpraten. Tot slot was ook nog nieuws over een oude bekende die PSV mogelijk wil terughalen. Richelli Bazour. Ja, hoe zit dat? Ja, dat was ook wel een kleine verrassing natuurlijk. Nou ja, niet als je kijkt naar zijn spel. Hè. Bazour is natuurlijk een jongen die heel goed kan voetballen. Laat dat bij Vitesse ook zien. Heeft wat problemen gehad met gedrag. Zo af en toe. Nou, ik vind dat zelf altijd niet zo heel spannend. Want vaak zijn moeilijke jongens ook vaak hele goede voetballers. En moet je er op de juiste manier mee omgaan. Nou, dat is wel eens lastig in de voetballerij. Waar iedereen vaak op dezelfde manier wordt behandeld en benaderd. Nou, bij hem moet je misschien net even een andere snaar raken. Nou, dat lukt in Arnhem steeds beter. Ja, ze hebben naar hem geïnformeerd. Niet om hem te halen in deze transferperiode. Maar wellicht voor in de zomer. Dan is hij transfervrij. Dan is hij transfervrij. Het zou mij niet verbazen als daar een vervolg op komt. Ja. Thank you.